Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien welke boeken in februari in mijn kast erbij zijn gekomen. Ik had mezelf voorgenomen om geen boeken te kopen, dus al deze boeken heb ik niet zelf gekocht, maar die heb ik gekregen. Sommige heb ik ook al gelezen, maar niet allemaal. En ik heb ook nog een shirt en een trui gekocht. Volgens mij ook nog wat boekenleggers, maar die laat ik even achterwege deze video. Ik heb gekregen in een heel mooi perspakket vol met stro. Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Hij is onder de dustjacket heel mooi rood. De schutbladeren zien er zo uit. En hij is op naam gesigneerd. Hallo. Kijk. Dus dat was een verrassing. Dat hij gesigneerd zou zijn, dat wist ik niet. Dit boek speelt zich af. Ja, eigenlijk vrij in de buurt hier in West-Friesland. In Alkmaar ook. Oké, dit is een lange flaptekst. Ik ga even een klein stukje voorlezen. 1254. Wanneer Alkmaar voor de zoveelste keer wordt aangevallen, probeert Katelijne haar brouwerij koste wat koste beschermen tegen het brute geweld van de West-Friezen. Ze hoopt dat haar geheime liefde, koning Willem II, kan helpen door Alkmaar zijn stadsrechten te schenken. Maar dan ziet ze zich voor een heel ander probleem gesteld. Ze blijkt van hem in verwachting te zijn. Koning Willem II doet er alles aan om de omstandige West-Friezen aan zich te onderwerpen. Ondertussen wordt hij vader van twee zoons, de wettige Floris en de bastaard Allard. Na Willems dood voelt Floris zich verplicht om het werk van zijn vader af te maken en snakt Allard naar erkenning van de grafelijke familie. Floris' tante, Aleid van Holland, wendt intussen al haar macht aan om de levens van de jonge mannen strikt gescheiden te houden. Zij door het noodlot toch samengebracht worden, bundelen ze hun krachten om de strijd met hun vijanden aan te gaan en de familie eer te redden. Nou, toch alles voorgelezen. Bloedlijn van Simone van der Vlucht dus. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik ga hem in maart lezen en dan komt ook meteen mijn recensie zo snel mogelijk online. Ik heb hem dus nog niet gelezen. Waar ga ik dit neerleggen? Van uitgeverij De Fontijn ontving ik Moord aan tafel. Van Tom Hillebrand. Misdaad in de culinaire wereld van Luxemburg. Ik denk dat er meteen meerdere delen snel verschijnen. Want op de achterkant zie ik al twee andere delen in deze serie staan. Voormalig sterrenchef Xavier Kiefer runt een klein restaurant in de hoofdstad van Luxemburg, waar hij zijn lokale specialiteiten serveert. Maar dan stort op een dag een gerenommeerde Parijse culinaire recensent dood neer in zijn restaurant. Kiefers restaurant is plotseling het middelpunt van een politieonderzoek en hij zelf wordt verdacht van moord. In een poging zijn onschuld te bewijzen gaat Kiefer op onderzoek uit. Zie je in? Dit is Cozy Crime en hij is lekker floppy. En ik zie nu ik blader, dat achterin. Woordenlijst staat. Verklarende woordenlijst, potjes Latijn. Ik weet niet wat ze daar precies mee bedoelen, maar. Dit dus. Ga ik zo snel mogelijk lezen. Ik ontving van New Book Collective, of ik had in ieder geval op hun mail gereageerd. Het is van David Sond Infodoc. Dit boek, Dier Vriendenboek van Coco en June. Het zijn twee Vlaamse auteurs. En het is een bundel van hun eerdere twee boeken. Namelijk Dierboek en Diervrienden. Het bestaat ook uit twee delen. Het eerste deel, Dierboek, gaat over allemaal losse dieren. En het tweede deel, even kijken waar begint dat. Hier, dat heet Diervrienden. En dan gaat het over twee dieren die samenwerken. Dus hier zien we de buffel en de koereiger. En de buffel en de koereiger die werken dus samen. Want die koereiger zit op de buffel en die eet dan alle insecten op. Dat wist ik toevallig al. Ik heb nog geen woord gelezen in dit boek.
Maar het lijkt me heel erg leuk. Ja, ik hou heel erg van dieren en allemaal dierenweetjes. Ik weet allemaal zoveel dierenweetjes. Dus ik hoop dat ik nog wat nieuws leer in dit boek. En vandaag neem ik deze video op en vandaag wil ik dit boek lezen. Ik hoop dat ik hem één keer kan lezen en anders morgen uit of zo. Dus hier erg benieuwd naar. En het zijn echt mooie illustraties. Oké, het spookdiertje staat er ook in. Super cute. En achterop staat de heikikker. En de mannetjes van de heikikker die worden dus blauw in de paringstijd. En dat is maar een paar dagen per jaar. Dat is de eerste zin van de flaptekst. En dat wist ik toevallig. Ik kreeg van Nikki Lees, dit boek opgestuurd. My Own Worst Enemy, de Nederlandse editie. Deze is uitgegeven bij HarperCollins. Ik had onder een post van haar gereageerd dat ik het boek graag wilde lezen. En toen kreeg ik een berichtje van, hey, als ik hem uit heb en foto heb gemaakt, wil jij hem dan hebben? Dus zei ik, ja, leuk, lijkt me leuk. Het verhaal lijkt me namelijk erg leuk. Nu heb ik heel veel leuk gezegd. Alleen de recensies zijn een beetje, meh, hij krijgt voornamelijk 3 sterren. Dus, maar goed, ik ga het gewoon lezen, niet meer naar de recensies kijken. Het gaat over Emma. Emma Clooney, geen familie van, is net afgestudeerd aan de toneelschool en werkt hard aan haar carrière. Ook al wordt ze vooral gecast voor kleine rollen als kortharige lesbienne van midden 20, nog voor haar doorbraak, die ongetwijfeld binnenkort gaat komen, ontmoet ze een andere reizende ster, Mae Jones. Zij is ook een kortharige lesbienne van midden 20 en dus Emmy's grootste concurrent. Maar ze is ook charismatisch, getalenteerd en waanzinnig knap. En eigenlijk precies Emma's type. Emma, Emmy. Emmy en May beginnen een felle strijd om de beste rollen, maar als ze in hetzelfde toneelstuk worden gecast, moeten ze toch gaan samenwerken. Zijn ze de ultieme rivalen of de ultieme match? Heel erg benieuwd naar. Het is niet zo'n heel dik boek. Net niet 300 bladzijden, maar hij heeft wel erg kleine lettertjes. Een beetje vergelijkbaar met Het meisje met de halve ster, als je die gelezen hebt. Ik denk echt dat de helft zo klein als andere lettertypes. Het is natuurlijk weer van HarperCollins. Maar het is wel anders, dus dat, ja, staat hij er toch weer. Hoe noem je dat? Valt hij op. Dit boek had ik ook gekregen van Nieuw Boek Collective, Davidsons Infodoc, over de regenboog. En dit is een boek dat gaat over regenbogen. Hoe ze zijn ontstaan, de soorten regenbogen. Nou, dit soort regenbogen bestaan dus ook. Nou, hoe ontstaat dus een regenboog? Hoe zit dat met het licht? Dus de natuurkundige versie. Ook met moeilijke woorden zoals refractie en reflectie. En wat ik ook interessant vond, de oude theorieën, is dat we vroeger niet zoveel kleuren hadden. Super interessant. Dan ging het ook over, hoe heet hij ook weer? Is dat Newton? Met die prisma's? Ja, Newton. Hier zitten we met Isaac Newton. En hij zei dat wit licht is eigenlijk geen wit licht, maar er zit alle kleuren in. En dat heeft hij met een prisma bewezen. En als je dus dan die regenboog weer in een prisma laat schijnen, dan wordt het weer wit licht. Ja, dat is de wetenschap, hè. Nou, er zitten zeldzame regenbogen in. Soms kun je uit een vliegtuig de cirkels zien. Wist ik helemaal niet. Je hebt ook bijna regenbogen. Nou, laat ik bijna het hele boek zien. En aan het einde staan verhalen waarin regenbogen voorkomen. De regenboog als symbool. Over the rainbow. Het liedje gaat het ook over. Dus regenboog in de kunst. Ja, en de pot met goud. Waar dat verhaal vandaan komt. Dat staat allemaal beschreven. En er is ook eens een regenboogslang. En de Scandinavische mythologie. Er zit echt heel veel in. En aan het einde vind ik heel goed. Nou ja, er staat sowieso een woordenlijst in. Het einde zat. Hoe?
besluit. Wat betekent de regenboog voor jou? Er zijn geen goede of foute antwoorden. De prachtige gekleurde bogen hebben tal van verschillende betekenissen voor mensen over de hele wereld. Door de wetenschappers weten we hoe het ontstaat. De kunstenaars hebben de schoonheid proberen vast te leggen. En de verhalen zijn van generatie op generatie doorgegeven. Dus ik vond het een supermooi boek. Mijn review daarover staat al op Instagram. Dus daar kun je even zoeken en kijken. Dus heb ik ook foto's van de binnenkant geplaatst. En we zijn er bijna. Ik heb nog 4 boeken gekregen van een collega. Dit boek leek me erg leuk. The Prince and the Apocalypse. Ik denk dat je het zo zegt in het Engels. Ik weet niet helemaal zeker. Ik had een ander boek van haar gelezen. Hoe heet die? Hoe dan ook. Dat is een kerstboek bij Moon uitgegeven. En dit is het boek wat ze daarna heeft geschreven. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Ik ging ervan uit dat ik dat wel kon lezen. Een young adult Engels boek. Van ongeveer 300 bladzijden. En deze is ook lekker floppy. En hij is een beetje... Hij is dus niet glad, maar een beetje zacht. Ja. Ik vind het ook een erg leuk boek om in de kast te hebben staan. Ik heb deze ook nog gekregen. En als ik die uit heb, ga ik die aan de schoolbiep doneren. Zodat veel meer mensen het kunnen lezen. Ik ben er heel benieuwd naar. Het is een trilogie over Disney World, als ik het goed zeg. En van Laura Diana. De 3 delen. Dit is deel 1. Van deel 1 kan ik al even de flaptekst voorlezen. In het jaar 2038, nadat orkaan Andrea het zuiden van Florida heeft verwoest, wordt de 18-jarige Ayla met duizenden anderen opgevangen in een van de parken van Walt Disney World, het Magic Kingdom. Wonen in een attractiepark, het klinkt als een sprookje. Tot er voedselschaarste dreigt en de raad van bestuur liegt over de ware oorzaak. Ayla is vastberaden de waarheid te kunnen achterhalen. Dus, die ga ik lezen. Ooit. Niet nu. Dat waren in ieder geval alle nieuwe boeken. En dan heb ik ook dus nog een shirt en een trui. Ik twijfel of ik de trui al laten zien had. Maar in ieder geval. Het shirt. Booklover. We lose ourselves in books. We find ourselves there too. Ik heb expres een hele grote gekocht. Volgens mij XXXL, zodat die lekker ruim zou zitten. En bij de mouwtjes zijn de... Oh, hij is al in de was geweest, dus zit niet helemaal goed meer. De mouwen zijn zo omgeslagen. Oh ja, ik ben echt een goede fashion vlogger. ze heeft deze nog in de webshop staan, van Chapterized is het. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Ze heeft nog veel meer. Ik heb volgens mij in andere video's ook al dingen laten zien, maar... Het shirt, die dus lekker ruim zit. En de trui, die wat minder oversized is. Dat is ook Booklover. Er zit ook Booklover op met een mooie tekening. Deze was ook als hoodie te koop, maar ik heb hem zonder een capuchon gekocht. Dat vind ik lekkerder. Dus, en op de achterkant zat niks. Mijn t-shirt ook niet. Ze heeft nog een shirt. Ik weet niet zeker of ze de trui en hoodie nog heeft. In ieder geval, dit was allemaal nieuw in mijn boekenkast. Boeken, shirt, trui. Ik had ook nog wat boekenleggers, maar die liggen alweer in een boek of zo. dus het was in ieder geval mijn boekhaul voor februari. En ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het knap van mezelf dat ik niks heb gekocht. Ik heb toen op 1 maart meteen een paar boeken gekocht. Dus het is niet dat ik niks heb gedaan. Maar ik denk dat ik gewoon steeds een maand geen boeken koop. Misschien om de maand. En dan wordt het een beetje getemperd. Want het past nog steeds niet allemaal in de kast. Oké, dit was weer de video. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Laat even weten welk boek ik echt heel snel moet lezen. En dan zie ik je bij een volgende video. Doei!